En de International Mall of Suriname, IMS, wil nieuw leven blazen in de scholieren danskampioenschappen. Volgens directeur Marisa Kalu hebben zij gemerkt dat sinds de introductie van de I Love Paramaribo sign de jongeren op verschillende platformen hun dansstijlen en creativiteit hebben laten zien. Daarom zijn zij op het idee gekomen om wederom de danskampioenschappen voor scholieren te introduceren. Onder de VOJ en de VOS. Het wordt nogal spannend dit jaar, als ik het zelf mag zeggen. Omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat de VOS tegen de VOJ uitkomt. Ik denk dat dat heel veel spanning op zichzelf en enthousiasme teweeg brengt. En ook gewoon om de creativiteit van de jeugd verder te ontplooien. We zijn altijd pro geweest aan de ontwikkeling van Suriname, van de jeugd. Dat is waarvoor we het doen. Dat is waarvoor de trekker het ook heeft gedaan, de opzet van de mall. En dat wij hiermee dan als eerste evenement beginnen voor de jeugd, vinden we dan geweldig. En dat is om en bij het doel waarom we zijn gestart, wat de achterliggende gedachte is vanuit de kant van de International Mall of Suriname. De IMS heeft Simple Production benaderd om deze scholieren danskampioenschappen te trekken. Earl Thijm geeft aan dat het evenement nog van het jaar georganiseerd zal worden. Elke leerling en student die staat ingeschreven op een VOJ of VOS school kan meedoen aan de competitie. We hebben toestemming gehad van het onderwijs. We willen het onderwijs ook bedanken voor die medewerking. En we mochten langs die scholen gaan. En het moment waar we langs die scholen zijn gegaan om toe, was het de bom. Het was zo mooi om zelf te zien dat leerkrachten, toen ze die eerste prijs hebben gehoord, was het zo mooi dat leerkrachten zelf willen meedoen aan dit evenement. Dus we willen tot een succes maken. En trouwens, we willen niet. Het gaat een succes worden. We gaan positief blijven denken. En het inhoudelijke gaat Theo Klarke jullie doorgeven. Zoals Simpel het gezegd heeft, zijn we naar een aantal scholen geweest. Maar we zijn nog niet bij iedereen geweest. Er is speciaal voor het event een Facebookpagina aangemaakt. Het is IMS Scholieren Danskampioenschappen. Je moet met je school de beste flinke leerlingen bij elkaar halen. En dan moeten jullie een groepje maken tussen 2 en 8 personen. Het mag ergens ertussen liggen, maar het mag niet 1 zijn en het moet geen 9 zijn. Tussen 2 en 8 personen. Ja, 4, 8. Oh, correctie. Tussen 4 en 8 personen. De hoofdprijs voor de winnende school is $5.000. Waarvan de helft voor de school is en de andere helft voor de vertegenwoordigers van de school. Dit waren de nationale berichten in het journaal.